Paulien, wat ben jij aan het doen? Hi Loes. Hi. Nou, ik ben in de winter op zoek naar de sneeuwspringer. Oh, maar er ligt helemaal geen sneeuw. Nee, dat klopt. Dat klopt, maar ik zoek een insect. Het is een insect. Het is een insect. En het is een beetje een schorpioenachtig beestje. Ja. Met een hele lange, rare eendensnavel. Als je hem ziet, is hij gewoon heel bizar. Maar hij is heel klein, denk ik. Hij is heel klein. Hij was maar een paar millimeter. En het is een echt winterinsect. Dat is wel bijzonder. En dat is inderdaad heel bijzonder. Want dit dier, dit plant zich dus ook voort in de winter. En het maakt niet uit hoe koud het is of dat er sneeuw ligt. Nee, daar kan hij dus tegen. Hij heeft ook iets van een antivries in zijn lijf. En hij komt voor, en dat is ook wel grappig, hij komt voor op plekken waar haarmos staat. Dat is bijvoorbeeld dit. Ja. En hij leeft ook van het haarmos. Dat is ook zijn voedselbron. En je kunt ze vinden in heideterreinen. Het moet een beetje open zijn. En dan moet dus haarmos groeien. Maar hij komt wel algemeen voor. Het is niet een zeldzaam dier. Nee, dat is een eigenlijk weet men er heel weinig van. Hij schijnt algemeen voor te komen. Maar omdat niemand in de winter naar insecten gaat kijken, weten we het ook niet precies. En we zien hem nu ook niet. En we zien hem ook niet. En want hij is hier wel eens gezien. Ja, hij is dus 4 jaar geleden door iemand hier gezien. En ik ben dus nu al 4 jaar elke winter ben ik aan het kijken of ik de sneeuwspringer kan vinden.